Ik ben Frederike en ik ben 26 jaar en blokfluitiste. Hoe dat ik in aanraking ben gekomen met muziek, ja, dat is eigenlijk van kinds af aan al. Ik was danseres, ik danste als hobby, zoals veel meisjes. En in vakanties ging ik eigenlijk op stage naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. En daar tijdens die lessen zat er eigenlijk een klassieke pianist die live meespeelde. En ik vond dat ontzettend fascinerend. Gewoon. Ik keek ook gewoon naar ballet op tv, omdat ik echt gewoon... Ja, ik vond dat allemaal fantastisch en prachtig en mooie muziek. Ik kon daar echt van genieten als kind. En daarom heeft mijn moeder mij eigenlijk naar de muziekacademie gestuurd in het derde studiejaar. Omdat ik harp wou studeren, maar er bleek helemaal geen harp te zijn in mijn academie. Dus ik ben cello beginnen spelen. Ik heb dat enkele jaren gedaan en ik leerde eigenlijk de blokfluitjuffrouw kennen in de academie van Brasschaat. En haar persoonlijkheid sprak mij eigenlijk ontzettend aan. En zo ben ik eigenlijk bij blokfluit beland, omdat ik de juffrouw gewoonweg heel leuk vond. En zo, ja... in die blokfluit gesukkeld en direct. Ik vond dat een fantastisch instrument. Ook heel, ja, toch iets specialer naar mijn gevoel tegenover wat de andere kinderen deden in mijn klas. En ja, we zitten nog altijd een beetje met blokfluit, het instrument dat miskend is en dit en dat. Maar ik denk, ja, dat we daar nu eindelijk van kunnen afstappen. En dat we gewoon kunnen zien, blokfluit is gewoon een instrument zoals bijvoorbeeld viool en piano is evenwaardig. En ja, ik zie dat ook zo. En ik denk dat al mijn andere vrienden die andere instrumenten spelen, dat hopelijk ook zo zien. Ik heb gekozen voor twee fantasieën van Telemann. De fantasie in solklein en de fantasie in reklein. Eigenlijk simpelweg omdat dat mijn twee favoriete fantasieën zijn. Ik heb ze allemaal ondertussen gespeeld, maar deze twee steken er voor mij toch uit. Plus, zij matchen ook heel hard met het gevoel dat ik eigenlijk heb ervaren doorheen deze tijden eigenlijk. En ze matchten ook gewoon, naar mijn gevoel, met de sfeer in de ruimte. Dus dat kwam fantastisch uit. Het zijn iets droevigere stukken. Er zit heel veel melancholie achter. Het zijn zware stukken, die fantasie. Vooral altijd de eerste delen zijn wel heftig. Maar het eindigt altijd mooi en heel opgewekt en heel licht. Als een beetje een dans. Dus ja, vooral die twee fantasieën moesten voor mij gewoon gespeeld worden. Zeker in een solo-project. Krijg ik nog eens de kans om die te spelen, dan ga ik dat zeker en vast doen. En daarnaast heb ik ook nog twee stukken gekozen van Jacob van Eyck. Ik vind dat prachtige muziek, dat is heel droevig. Maar het raakt mij echt en ik hoop ook dat het natuurlijk de rest raakt. Dat iedereen ziet hoe mooi dat dat repertoire is, hoe diep dat die muziek is, hoe mooi dat die geschreven is, wat daar allemaal achter zit. Het is toch wel zware kost eigenlijk om te lezen en te spelen voor mij dan. Thank you.
We kregen eigenlijk een rondleiding doorheen het vleeshuis en de ruimtes werden eigenlijk voorgesteld. En ik kwam in deze ruimte en deze sprak me eigenlijk onmiddellijk aan. Het heeft een iets intiemere sfeer. Het is niet zo'n grote ruimte. Er staat ook een mooie, mooie open haard. En ook de akoestiek is droog, maar niet te droog voor een blokfluit. Want dat is wel belangrijk. Als het te droog is, zou ik geen solostukken kunnen brengen. Dan zou dat eigenlijk een beetje in het water vallen. Maar hier was er eigenlijk genoeg akoestiek om daarmee te kunnen werken. Dus ik heb er eigenlijk elke maandag gezeten. En ik heb daar soms ook een beetje gemediteerd. Ik ben daar echt zo tot rust kunnen komen in die ruimte. En daar dan die stukken in gespeeld. En die proberen met elkaar te kunnen matchen. Eigenlijk het gebouw langs de ene kant. En dan de muziek die ik dan koos langs de andere kant. En ik hoop dat dat toch wel gelukt is. Allee, ik heb toch het gevoel dat dat gelukt is. Het is echt een uniek project, zeker als jonge muzikant. Ik ben nog niet zo lang afgestudeerd. Om een soloproject al te kunnen doen met een professionele ploeg daar rond en dat te kunnen vastleggen, dat is echt een prachtige kans eigenlijk die mij gegeven is. Fantastisch. En ik hoop ook gewoon, voor mij, ik vind dit een fantastisch leuke plek. Ik ben hier ook heel graag, ik kom hier ook heel vaak. Het is een beetje een gebouw vaak dat niet veel opvalt, heb ik al gemerkt bij vrienden. Maar ik neem mijn vrienden ook hier mee naartoe. En ik hoop ook gewoon dat er veel meer mensen dit museum gaan ontdekken. En eigenlijk de heel unieke collectie die ze heeft onder muzikanten, maar ook gewoon onder de gewone mensen, om het zo te zeggen. Dus ik hoop zeker, het is een pareltje in het midden van de stad, in het centrum van Antwerpen, dat mensen gewoon de weg vinden naar hier en hiervan kunnen komen genieten van de prachtige ruimtes en de mooie collectie die ze hebben.